Wereldwijd wordt vandaag stilgestaan bij de wereldbiodiversiteit. Het thema dit jaar is gebaseerd op het 25-jarig bestaan van de Conventie voor Biodiversiteit, CBD. Tevens wordt nagegaan welke vorderingen er zijn geboekt in het behalen van de doelen van deze conventie op nationaal en internationaal niveau. Volgens Henna Uiterlo, directeur van de Suriname Conservation Foundation, SCF, is het overduidelijk dat biodiversiteit ons leven is. Vooral hoe Suriname een van de groenste landen is. Als dat er niet meer is, bestaan wij als mensen ook niet meer. U weet dat er ergens in de Bijbel staat, in de Psalmen, dat de mens de kroon van de schepping is. De biodiversiteit is de schepping, de aarde, met de zon, de maan, de sterren erbij. Wij zijn daar de kroon van, dus dat wil zeggen wij zijn het belangrijkste deel binnen die gemeenschap van biologische diversiteit. Dus als dat niet meer bestaat, dan bestaan wij als mensen dus ook niet. Dus vandaar dat het enorm belangrijk is dat het in stand gehouden wordt. Uiterlo benadrukt dat SCF als doel heeft de biodiversiteit van Suriname te behouden en op duurzame wijze te gebruiken. Wat ons is opgevallen is dat de stand van de biodiversiteit niet meer hetzelfde is als 25 jaar geleden. En dat zien we wereldwijd, zegt Uiterlo. Er is een afname in vis, er is een afname in alle wateren worden vervuild enzovoorts. Dus dat betekent dat het besef van de mensen over haar bestaan binnen de natuur en de natuur zelf, dat eigenlijk is weggevallen of dat het in mindere mate aanwezig is. Moeten bijstaan, moeten helpen om de samenleving bewust te maken van wat ze hebben. We hebben inderdaad, zei ik, Suriname heeft een rijke biodiversiteit. Maar als we niet oppassen met ons gedrag, onze gedragspatronen en ons streven om ontwikkeld land te worden, dat wij onze natuur binnen een wip en een zucht schade kunnen aanbrengen. Dus aan de gemeenschap wil ik meegeven van koester wat je hebt, omdat wanneer het eenmaal weg is, het niet terugkomt. Zover Henna Uiterlo, directeur van de Suriname Conservation Foundation. We spraken haar vanmiddag in het kader van Wereldbiodiversiteitsdag, die wereldwijd op 22 mei wordt herdacht.